Op maandag 1 juni bezocht lokale burgemeester Marije Eleveld twee echtparen die hun 60-jarige huwelijksjubileum vierden. Wij stellen het echtpaar Werkman Rob en echtpaar Van den Brink van den Berg uit respectievelijk Ede en Lunteren aan u voor. Hoe heeft u elkaar leren kennen? In Bennekom op de Lange Steeg. Hij kwam bij mij met een paar vrienden van mijn zusters. En hij had mij al eerder gezien, maar dat wist ik dus niet. Maar zodoende was hij al een tijd gek op mij. Beide echtparen zijn woonachtig in onze gemeente. In Lunteren, daar wonen we al zolang ze getrouwd zijn. Dat is dus 60 jaar. Ja. 23 jaar straks. En hoe bevalt het wonen tot op hoge leeftijd in Ede? Best. Heel goed. Niets te mopperen? Nee hoor, nee. We wonen aan onze zin. Kinderen en kleinkinderen zijn toch altijd weer de trots van ouders? Ja, we hebben er inderdaad 10. Maar het hoogtepunt is elke keer weer. Ja. Ja, dat was heel spannend, maar ook leuk. Ja. De kleinste die ging direct naar het ziekenhuis. En daar hebben we heel veel mee getapt, maar ze is nou een hele gezonde meid. We hebben ook 20 kleinkinderen, 10 kleindochters, 10 kleinzonen en 1 achterkleinzoon. Maar hoe doet u dat met verjaardag in deze woning? Een beetje om de beurt. Met 60 jaar zou het aardig zijn als er nog iets uit de beginjaren bewaard is gebleven. Wat pakt u daar? Dat is mijn schemerlampje. Die heb ik van mijn tante gekregen op mijn trouwdag. 60 jaar geleden. Een beetje een gewaagde vraag, maar zijn ze nog verliefd? Ja, natuurlijk. Ja, ik zou geen andere willen. Niet verliefd, maar wel gelukkig. Dus, ja. Benieuwd wat de mindere eigenschappen van de partner zijn. Nou, ik weet dat niet zo. Nee. U kunt ze niet bedenken? Nee, ik kan ze niet bedenken, nee. Als er soms iets te royaal is. Te royaal? Een tikje bazig. Hij moet wel eens een beetje opgezet worden. Een beetje meer pit tonen. Maar natuurlijk zijn er ook de betere eigenschappen van de partner. Oh, die is spontaan en hij praat graag met iedereen. Hij zal niemand die hij niet ziet uitsluiten. Als iemand met hem gaat praten, dan begint hij ook.